Bij studentenhuisvesting denk je al snel aan ranzige studentenhuizen. Maar in Eindhoven hebben 107 studenten het beter getroffen. Ze zijn de eerste bewoners van luxe appartementen gemaakt in een voormalig kantoorgebouw. De studenten vinden het geweldig en ook de gemeente is enthousiast. Hi, kom verder. Dit is mijn kamer. Dit is de plaats waar elke student denk ik toch wel graag zou willen zitten. Vanwege ook niet alleen de ruimte die je hebt, maar ook natuurlijk het zicht dat je hebt op Eindhoven. Pascal Terbeek is derdejaarsstudent aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Ze is een van de 107 bewoonsters van de luxe studentenstudio's. De voordelen zijn is alles voor jezelf. Je persoonlijke hygiëne, zoals een eigen badkamer, eigen keuken. De meeste studentenhuizen hebben toch wel het imago dat ze heel erg vies zijn. En ja, dat heb je nu zelf in de hand. Het studentenhuis aan de Bomansplaats was tot voor kort nog een leegstaand kantoorgebouw. Een projectontwikkelaar uit Eindhoven kreeg toestemming om er studentenappartementen in te maken. Een deel van de kamers is inmiddels verhuurd aan Nederlandse, maar ook buitenlandse studenten van Fontys Hogescholen. Zeker voor studenten die al wat langer studeren. De eerstejaars die zoeken misschien toch wel wat vaker de nabijheid van andere medestudenten. Maar op het moment dat een student wat langer studeert, groeit de behoefte om ook zelfstandig te wonen. Badkamer voor jezelf. Voor een normale kamer van 23 vierkante meter zoals we hier hebben, betaal je met gemak 3,50. En ja, ik betaal dan 3,90. Ja. Dus ietsjes meer. Je mist natuurlijk hier wel een beetje de charme van die, ja, die studentenkamers. Hè? Maar dat is ook weer waar je voor kiest als je hier woont. En aan de andere kant, als jij een goede klik hebt met je huisgenoten, zo ken ik het team. En ondertussen ook heel goed. En daar ben je vrienden mee en daar doe je ook samen gezellige dingen mee. De gemeente Eindhoven is enthousiast over de luxe studentenflats. De stad hoopt met de nieuwe voorziening nog meer in trek te raken bij studenten. We gaan ervan uit dat ze vooral voor de opleiding en voor de instelling komen. Maar ja, neemt niet weg dat de stad, de keuze van de stad, toch wel een belangrijke rol daarbij speelt. Zeker wel. Laat ze maar komen. Ja, Eindhoven, de leukste stad. De gekste, hè? Ja.